Welkom bij het COVID-19-journaal van het ministerie van Volksgezondheid. In deze aflevering komen we wat meer te weten over de nieuwe COVID-19-beperkingen die gelden voor binnenkomende reizigers uit Nederland. We nemen ook een kijkje in het regionaal ziekenhuis Wanica, waar directie en zorgpersoneel opgelucht zijn door het dalende aantal COVID-19-gevallen. Dit is het COVID-19-journaal. Door het toegenomen besmettingsgevaar in Nederland hebben de autoriteiten hier besloten dat de vluchten uit dit land naar Suriname aan banden worden gelegd. Zo is bepaald dat alle passagiers de volgende zaken moeten overleggen. Een negatieve PCR-testuitslag, let wel, de test moet 48 tot hoogstens 72 uur eerder zijn afgenomen. Voor kinderen jonger dan 12 is de test niet vereist. Een reisverzekering met inbegrip van medische behandeling in geval van COVID-19. En punt 3, de quarantainekosten zijn voor eigen rekening. Vanaf de week van 4 tot 11 oktober 2020 geldt het volgende voor ieder die uit Nederland komt. Hij of zij moet een negatieve PCR-testuitslag die niet ouder is dan 48 uur tot 72 uur overleggen. Ik zeg het nogmaals. Vanaf 4 tot 11 oktober 2020 geldt het volgende voor ieder die uit Nederland komt. Hij of zij moet een negatieve RT-PCR-testuitslag bij zich hebben. En dat wordt al aangetoond bij het instappen. Want als u dat niet kunt aantonen in Nederland, komt u de vlucht niet binnen. Er zal een checklist zijn bij instappen waar de personen, waar de luchtvaartmaatschappijen de verantwoordelijkheid op zich nemen om die checklist af te gaan. Met name dus een negatieve PCR-testuitslag is een van de meest belangrijke zaken welke u in uw bezit moet hebben. En het mag niet ouder zijn dan 48 uur tot 72 uur. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de vereiste van een negatieve PCR-testuitslag niet vereist. Mag het hebben, maar het is niet vereist. Verder moet de persoon, hij of zij dus, betalen voor quarantaineopvang in Suriname in een lokaal hotel. Wij zijn bezig met de Chata en die lijst hopen we dan morgen gewoon geformaliseerd te hebben. Die zullen beschikbaar gesteld worden voor de reisbureaus en de maatschappijen waar u, indien u terug moet komen naar Suriname, wel een reservering dient te plegen bij een van die hotels. En dat zal ook een ander vereiste zijn welke nodig is voor terugkomst naar Suriname in de week van 4 tot 11 oktober 2020. Een andere vereiste die u nodig gaat hebben is een verzekering waarbij een reisverzekering waarbij ook COVID-19 staat opgenomen in de verzekering. En als dat nu niet mogelijk is op een of andere reden, zult u gevraagd worden een verklaring in te vullen in Nederland waar u zich committeert. En dat geldt dus voor de toeristen. Want we gaan ervan uit dat onze ingezetenen hier een verzekering hebben. En de overheid ook hun verantwoordelijkheden heeft naar onze ingezetenen toe en onze Surinamers toe. Maar een toeristen dan, in ieder geval personen met een buitenlandse nationaliteit, een verzekering zullen moeten hebben met COVID-19 in het pakket van diensten. Of u zult gevraagd worden een verklaring te tekenen waarin staat opgenomen dat indien u in Suriname COVID-19 positief getest wordt of ziek wordt, de kosten voortvloeiend uit de medische behandeling en diagnostiek ten koste zullen zijn van u. Dat is sowieso een vereiste. Dus er zijn dus 3 belangrijke vereisten welke nodig zullen zijn om in de week van 4 tot 11 oktober 2020 Suriname te bezoeken. Na maandag 12 oktober gaat een ander plan in werking, want dan zullen alleen nog maar repatrianten onder dezelfde voorwaarden worden teruggevlogen naar Suriname. Vanaf maandag 12 oktober, en dan kunnen we zeggen voor 2 weken, zullen alleen repatrianten toegelaten worden
die nog steeds ook moeten voldoen aan de drie eerder genoemde voorwaarden. En we zullen dan wekelijks of tweewekelijks, dat moet nog worden vastgesteld met het team, waarbij ook de actoren in de luchtvaartsector betrokken zijn, zullen wij dan evalueren en kijken indien er aanpassing behoeft, zij het scherper of zij het juist soepeler. We hebben voor de essentiële beroepsgroepen en diplomaten ook een protocol. En dat protocol heb ik hier niet bij de hand, maar dit protocol zal ook ter beschikking gesteld worden voor het algemeen publiek. Het is een protocol waarbij voor diplomaten en mensen uit essentiële beroepsgroepen er specifieke richtlijnen zijn waaraan voldaan moet worden om terug te kunnen komen naar Suriname of Suriname te bezoeken. Tevens mag ik u vermelden dat de week van 4 tot 11 oktober 2020 de SLM en de KLM nog steeds de geplande vluchten zullen uitvoeren onder de genoemde voorwaarden. En vanaf 12 oktober 2020 er slechts eenmaal per week een vlucht van en naar Nederland zal zijn, die gecontroleerd zal worden. Er zal een reden voor u moeten zijn om terug te komen naar Suriname of Suriname te bezoeken. En dat zal allemaal gaan via de consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus nogmaals, wij willen vooropstellen 1. Het algemeen belang in Suriname met betrekking tot de gezondheid. En 2, natuurlijk denken we ook aan het belang van onze bezoekers in Nederland of personen die verplicht Suriname moeten bezoeken. Met betrekking tot het uitgaande en vertrekkende passagiers hebben wij vooralsnog geen bezwaren. Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de situatie en de eisen die Nederland stelt. Dat zijn voor nu de nodige mededelingen die minister Jubitana en ik aan het volk wensen mee te delen, dank namens de regering en mede ondersteund door de actoren in de luchtvaartsector. U mag erop rekenen dat wij zeer zorgvuldig willen omgaan met deze ontwikkeling en het op de voet volgen, eigenlijk op dagbasis zullen volgen hoe het gaat. En de mensen in Nederland die er zijn, die mogen erop rekenen dat ze veilig terug zullen komen naar Suriname. Wensen ze terug te komen, zijn er nog steeds opties en zijn er wel enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen. Maar Suriname zal u niet in de steek laten. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme ging op de spoedpersconferentie donderdagavond nader in op de extra voorzieningen die speciaal voor de risicovluchten uit Nederland zijn getroffen op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Luchthavenbeheer heeft eigenlijk alles zo goed als rond. Bij het tweede werkbezoek was er sprake van een BOG-ruimte waarbij de opvang van mogelijke besmette personen, als die er aan boord zouden zijn, dat die opgevangen konden worden. Dat was er nog niet, maar ondertussen is die al ready. En het enige dat nog gedaan moet worden, of in orde, de betrokkenheid van de artsen, dat we daar een permanente arts op de luchthaven hebben. Een arts permanent hebben op de luchthaven. Waarbij, wanneer vluchten vanuit het buitenland komen, dat we weten dat we op het gebied van expertise, dat we daaraan niet inboeten, of dat die gegarandeerd is. Ook de SLM met betrekking tot de vertrekhal, daar zijn de nodige maatregelen voor getroffen. Voor degenen die zich wellicht kunnen herinneren of bekend zijn met de situatie, was er daar nog sprake van met de handmatig De passagiers ontsmetten, zeg maar, en de temperatuur opmeten, maar ondertussen is ook daaraan gewerkt, waardoor het digitaal aan toe gaat en veel effectiever, maar ook dat er weinig contact is tussen passagier en degene die daar voor de entree staan. Dat is de situatie in het kort. We hebben ook gevraagd
aan de actoren om ook de informatie te delen, omdat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de regering, maar het zijn bedrijven, dus zij dienen ook dat ook met het reizend publiek of iedereen die daar, alle stakeholders, dat zij met de stakeholders die informatie delen. Maar dat is dat is concreet de situatie op de luchthaven. Ten aanzien van overige vluchten, collega heeft al aangegeven dat het gecontroleerde vluchten zijn. We hebben ook aan de reisorganisaties, de vliegmaatschappijen gevraagd. Geef ons of deel met ons de informatie, want niet alleen Paramaribo, Amsterdam is er een demand, maar ook andere destinaties. Maar daar zijn we afhankelijk van de informatie van de reisagenten, de vliegtuigmaatschappijen. Zeg maar, Curaçao, zijn er passagiers of zijn er, hoe is de vraag van Curaçao naar Suriname of van Miami naar Suriname, vice versa. Dat hebben wij nodig van deze organisaties, zodat we ook als overheid faciliterend kunnen optreden en zaken goed kunnen beoordelen of kunnen aangeven van dit is een high-risk gebied. Gaan we het dan wel doen, onder welke voorwaarden? Die voorwaarden zijn dus al bekend. Maar we begrijpen ook en we beseffen dat zeker het zakelijk, de zakenlui, de economische activiteiten ook op gang moeten komen. En dat wij dus, daarom dat wij zeggen, overige destinaties, de actoren, wij hebben die informatie nodig, zodat wij daarop ook kunnen inspelen of anticiperen of faciliteren. De veranderde situatie in Nederland, waar het aantal COVID-19-besmettingen aan het toenemen is, had vrijdag ook zijn weerslag op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Op de KLM-vlucht van vrijdag uit Amsterdam zijn de verscherpte voorzorgs- en controlemaatregelen direct in werking getreden. We hebben vandaag dus ook een KLM-vlucht binnengehad met rond de 350 man aan boord. Die gaan zo meteen dus allemaal ook door de portal screening voordat ze bij de immigratie belanden. Die screening bestaat dus uit een assessment waarvan dus de passagiers aan boord al hun deel mogen invullen. We zijn benieuwd naar wat het risico is van die passagier, vandaar dat dus dat moet worden ingevuld. Er zijn vragen met betrekking tot hun reisgeschiedenis. Hebben zij griepverschijnselen of COVID-symptomen die vaak voorkomen, of zijn ze in contact geweest met COVID-patiënten, zijn ze geweest in instellingen waar de COVID-patiënten zijn gevonden. Dus aan de hand van die vragen wordt er dus bij Port Health een double check gedaan, zijn die vragen goed ingevuld. Er hoort ook een stukje observatie bij, de mensen worden bekeken, want je kan invullen dat je bijvoorbeeld niet hoest of geen koorts hebt, maar als iemand naar je kijkt sta je te hoesten in de rij bijvoorbeeld. Of er wordt een hoge temperatuur opgemeten. Dan word je dan wel direct geïsoleerd op de airport al. In afwachting op transport vanuit de import naar een isolatiefaciliteit. Wat we dus nu ook weer gaan hebben met de strengere regels vanuit het ministerie, is dat we dus een COVID-test verplicht stellen voor alle passagiers die het land binnenkomen. Dus als ze binnenkomen moeten ze ten eerste ook hun negatieve COVID-test kunnen overleggen. En na die COVID-test worden dus ook gekeken naar de assessment form om te checken dat alles in orde is. Daarna doet de Port Health Officer zijn assessment. Na de observatie natuurlijk wordt zo'n persoon als redelijk laag risico beschouwd op dat moment, omdat de persoon geen symptomen heeft. Dan mogen ze door naar de immigratie. Op het moment dat je dus iemand hebt die je observeert met symptomen of met een hoge temperatuur, of de persoon geeft zelf aan, ik heb die en die symptomen, dan worden die geïsoleerd en dan treedt het protocol van volksgezondheid op de airport dan weer in werking. Op de luchthaven krijgen binnenkomende reizigers ook de instructie mee dat ze in verplichte zelfquarantaine moeten. Uiteraard onder toezicht van het BOG en het NCCR. De mensen moeten dus
naar een quarantaineplek. Het is een zelfbetaalde quarantaine. De overheid kan dus niet voor iedereen blijven betalen. Ze moeten vooraf dus ook een reservering hebben. Dat is vanaf de komende week gaan we daar streng op letten. Voor de groep die vandaag is gekomen, omdat er besluit recent is genomen, voor deze groep mogen ze dus nog naar thuisquarantaine. Maar vanaf aanstaande maandag moet iedereen naar een betaalde quarantaineplek van waaruit ze dus gemonitord gaan worden. Het ministerie heeft dus beveiliging. Die gaat dus de patrouille doen en de controle doen om na te gaan dat men werkelijk thuis blijft. Daarnaast hebben ze dus ook een plicht om de twee dagen of om de ene dag zelf te bellen naar BOG. Die nummers krijgen ze dus ook mee om aan te geven wat hun status is, hoe het met ze gaat. Of zo niet hebben we dus de afdeling epidemiologie die dus ook een follow-up doet van deze mensen. In Nederland, omdat het land het nu ook vereist, wordt er ook al bij de incheck nagegaan dat men de test heeft. Heeft men de test, dan mogen ze instappen. Wanneer ze hier aankomen, dan checken wij natuurlijk ook weer het resultaat. Ze moeten het kunnen aantonen. Daarnaast, wanneer het vliegtuig is geland, voordat men mag uitstappen, is er dus ook een general declaration die de crew aan boord moet invullen. Waarin dus moet worden aangegeven, zijn er passagiers die ziek zijn aan boord of niet? Welke symptomen heeft de persoon, welke maatregelen zijn getroffen aan boord? En aan de hand van wat er op dat formulier wordt ingevuld, wordt er dan toestemming gegeven dat men mag uitstappen of niet. Er wordt ook dus op dat formulier, dus naast dat van COVID, hebben we dus ook, houden ook nog rekening met de vector-borne diseases, de muggen en andere insecten die het land kunnen binnenkomen. En daar wordt dus ook de disinfection die aan boord moet worden gedaan gecontroleerd. Dat is dus de spray die je ziet wanneer de stewardessen door het vliegtuig ropen. Is om dus de aanwezige insecten die mee hebben gevlogen te doden voordat je dus het land binnenkomt. De Port Health Officers doen zelf de bespuiting van het bagageruim alvorens bagage mag worden uitgeladen. Zodat we zeker weten dat er geen andere ziektes zomaar uit het land worden binnengebracht. En als wij met z'n allen de COVID-19-regels stipt opvolgen, kan het alleen maar beter gaan met de COVID-19-situatie in Suriname. Door gehoorzaam te zijn aan de maatregelen helpen wij de druk op onze zorgverleners te verminderen. Aan de passagiers die vrijdag zijn aangekomen in Suriname, houdt u zich AUB aan de zelfquarantaineperioden. En vergeet niet, om 9 uur vanavond tot 5 uur morgenochtend is Suriname in lockdown. Let goed op uzelf.